Herinnert u zich deze begingeneriek nog en het bijhorende motiefje? De Heren van Zichem, het succesfeuilleton dat eind jaren 60, begin jaren 70 via de BRT de zondagavonden opvrolijkte. De Heren van Zichem was gebaseerd op de werken van Ernest Klaas en de omgeving waarin hij in zijn jeugd opgroeide. Averbode, Testelt, Diest en vooral Zichem. Zichem is Beverlo en Beverlo is Zichem. Want wat lezen wij in De Witte, het veelgeprezen boek van Ernest Klaas, wanneer De Witte weer eens in de klas ongehoorzaam is geweest en door de meester hardhandig in het kamerke wordt geduwd? Het kamerke was eigenlijk de rommelkamer van de school. Tegen de muur een verhakkelde landkaart vol inktvlekken. Een oud ingelijst portret van Leopold I. Op de vloer hele hopen verfomfaaide schoolboeken en schrijfboeken van vroegere jongensgeslachten. Een wereldbol die in het midden van Azië een erge bluts had gekregen en een witte kalkplek vertoonde. Twee lessenaars op elkaar, een paar stoofbuizen, gebarste leien en nog allerhande oude prullen die uit de school waren gekomen. Een dof licht viel door de waaier boven de dubbele deur die op de brede straat uitgaf. Het rook er vunzig en het was er veel koeler dan in de klas. In Beverlo was dat niet anders. Alleen heette in Beverlo het kamerke het kolenkot. Het kolenkot was een gevreesd vertrek naast de voormalige kleuterschool die vroeger gelegen was op de hoek van de Poelakkerstraat en de Korspelse Steenweg tussen de huidige Neaniaszaal en het recent verlaten Zustersklooster. De school is allang verdwenen, maar het kolenkot bestaat nog steeds. Zuster Margriet maakt er graag gebruik van wanneer een kleuter in de klas apenkuur had uitgehaald en hoognodig tussen vier muren moest kalmeren. François Noels was er destijds ooggetuige van. François, je hebt zelf nooit het bedenkelijke voorrecht gehad om in het kolenkot vast te zitten, maar ik heb begrepen dat het kolenkot voor de kleuters in der tijd een begrip was. Dat was inderdaad een begrip. Maar het kolenkot wat er nu nog staat, wat we nu bij ons zien, was eigenlijk groter, want er tegenaan stonden nog de toiletten. Wat we toen in Beverlo in het goed Nederlands de gemakken noemden. De eerste leerjaar van de kleuterklas belanden wij bij zuster Lambertine. Een goedaardige moederfiguur van een kleuterleidster, waar we al gemakkelijk het eerste jaar voleinden. Maar dan moesten we naar zuster Margriet. En zoals bij veel leerkrachten en meesters ging haar reputatie haar vooraf. Zuster Margriet was veel strenger in onze ogen, korter van stof, wat hoekiger. En zij had twee regels die ze toepaste. Als het niet te best ging, dan vlogen we terug naar de papschool bij zuster Lambertine. En als ook dat niet hielp, dan was het kolenkot de plaats waar we naartoe vlogen. Gelukkig heb ik er zelf niet moeten inzitten, maar ik ken er wel die er na een paar dagen al kennis mee maakte. Tot zover de geschiedenis, maar zoals François zegt, er lopen inderdaad in Beverlo nog slachtoffers van het kolenkot rond. En één van hen is Paul Ooms. Paul, wanneer werd je naar het kolenkot gestuurd? Ja, dat zijn zaken. Je moest al tamelijk veel uitsteken, schijnbaar, want dat is 65 jaar geleden, 62, 63, 64 jaar geleden, zowat bij zuster Margriet. En ik heb ook nog eens bij bepaalde personen die erin gezeten hebben, heb ik ook nog eens navraag gedaan. Zelfs bij François en vrouw, want de meisjes vlogen ook in het kolenkot. Dat wist ik niet. Ik heb nooit niet met een meisje in het kolenkot gezeten. Dat was eigenlijk wel spijtig. Maar ja, in die tijd, dat wisten we dan nog niet. Maar de reden. Ik ga eens een kort verslag geven van Willy Maas. Dat was eigenlijk een klasgenoot van mij. En zijn broer, die heeft ooit bij meester Put een opstel geschreven. Ik heb dat opstel ben ik nog eens gaan opsnorren en ik ga daar een bepaalde anekdote uithalen van het kolenkot. Als we dat bekijken. Hij heeft bij de zusters een stuk uit de mat gebeten. Maar
moest het er terug aanmaken. Hoe hem dat gedaan heeft, dat weet ik nog altijd niet. Hij heeft de zuster tegen haar schenen gestampt, totdat ze hem losliet. Oh, was een dappere kerel, die man, zeg. Hij heeft in het kolenkot gezeten, waar hij de ruit heeft uitgegooid. Maar ik heb nooit geen ruit in het kolenkot geweten. We kunnen het misschien nog eens controleren, ofwel moet het ergens in de deur geweest zijn. Maar dat was een donker kot. Ja, echt, de verdoemenis. We werden naar de verdoemenis gestuurd. En dat was natuurlijk misschien de bedoeling. Ik weet het niet. Ik heb er wel nooit niks van overgehouden. En ik hoor ook van die andere kinderen dat ze er ook niks van overgehouden hadden. In het kamerke maakte De Witte kennis met het boek van Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaanderen. Hij maakte kennis met geschiedenis. Het kolenkot is intussen ook geschiedenis. Zou de herinnering daaraan misschien voor François Noels de reden zijn geweest dat hij jaren later toetrad tot het bestuur van Heemkunde Beverloo?